Goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog op mijn kanaal. Het is vandaag vrijdag 27 september en ik merk dat ik weer misselijk word. En de laatste keer dat ik zo wakker werd had ik die horrorvlucht naar Bali. Dus ik maak me een beetje zorgen. Oh shit, ik heb mijn koffer helemaal dicht en ik vergeet iets om in mijn koffer te doen. Dat is altijd zo vervelend. Maar we gaan vandaag naar de Gili-eilanden. Dus we moeten 3 uur op een boot, want die boot kan je dus ook heel misselijk worden. Maar we hebben wel een iets duurdere boot gekocht, omdat... Ja. Ik gewoon heel zeeziek kan worden en helemaal na laatst. Ik weet niet of jullie de vlog hebben gezien, maar de vlucht van Maleisje naar Bali heb ik heel de nacht over heel de vlucht overgegeven. En ik vond het echt zo erg. Maar hoe ik me nu zeg maar zo voel, voel ik me dus toen ook een beetje. Dus ik vrees het ergste, maar we gaan er niet van uit natuurlijk. Ik heb de topje aan van Fashion Mislani, daaronder mijn beide label bikini. Hoekje ook van Fashion Mislani, ook mijn bikini eronder. En ik doe mijn neppe Birkenstocks, like always, eronder. Rugzakjes ingepakt. En ja, klaar om te gaan. Klaar om deze geweldige accommodatie achter te laten. Het is echt zo mooi hier. Dus ja, echt wel heel erg jammer. Alles staat weer klaar voor de mensen die... Ja, ik weet niet of ik het duidelijk heb verteld, maar we gaan dus nu naar Gili Trawangan. Dat is een eilandje hier. 3 uren varen. Dus we gaan nu met de taxi naartoe. Ja, ik had in mijn rugzak gelukkig. Gelukkig. 3 uurtjes varen en dan... zijn we er. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop niet dat ik zeeziek ga worden, maar we gaan meemaken. Gisteren mijn teennageltjes gedaan, maar ik vond de kleur wel wat te fel. Ook mijn handen. Maar nu ik het dan zo zie, dan denk ik wel, oké. Het is wel heel leuk voor hier, toch? Lekker... Lekker opvallend. Ik heb gewoon lekker bruine beentjes. Nee, jij? Oh, sorry, wat ik niet. Nee, maar niet uit. Zal ik hem nu gelijk even boeken op? Ja, graag. Oké. Dus deze kamer. Ik ga jou nooit vergeten. You're the best. Ik heb trouwens nog een klein flesje water van de nagelsalon. Dat kleine flesje water van de nagelsalon. Ligt hier nog. Ik neem hem al mee. Nee, ik heb hier gewoon nog een flesje vol. Nou, we gaan even lekker ontbijten bij ons hotel. Gelukkig kon het nog, want het eigenlijk stond tot 10 uur en het is nu 10:30. We hebben echt geluk, ja. We hebben geluk. Oeh, met deze view niet verkeerd. Nou, smakelijk. Het smakelijk. Weet je zeker dat het in de haven is? Want vorige keer was het bij mij er buiten. Bij de haven stond er in de haven. Was het voordat dit is dat adres wat we hebben gestuurd. Top, dan staat het ook. Ja, laat je straks wel eens lezen voor zeker. Ja, dat heb ik het gedaan. We zitten in de taxi, maar iets te laat. Dus we hebben nu zeg maar een half uur. Maar je moet zeg maar een uur voordat de boot weggaat, moet je er zijn. Dus lekker goede timing hebben we. Is er geen file. Ja, beetje vertraging. Want ik kreeg ei en dat was zeg maar zacht. Niet gekookt. Dus ik had eigenlijk even een nieuwe gevraagd. Het was beter. Gelukkig heb ik het wel gedaan hoor. Want het kon echt niet. Nee. Ik dacht ik laat het wel, want we hebben haast. Nu in ieder geval beter, dus als het goed is word je nou niet misselijk. Ja, dat is wel even goed. Ja, want anders hadden we daar kunnen eten. Maar... Ja. Twee eitjes op een toast en een fruit platter. En jij had een scrambled egg en ja, ook fruit gegeten dan. Ja, lekker even. En de smoothie, maar de smoothie was iets minder. Ja, die van mij ook. Maar die mensen daar, we zaten dus in het Govala resort. Het is echt een aanrader, dat is echt niet normaal. Die mensen daar zijn zo lief. Ja, dat klopt. Dat is echt niet normaal. Dus... Zelfs dat meisje ging jouw koffer naar beneden. Ja, dat zelfs dat meisje ging mijn koffer naar beneden. Echt super lief. Ze tillen je koffer. Ze vragen zeg maar hoe je heet. En ze gaan elke keer... Als je langs loopt, gaan ze al van hun stoel af. Ja, klopt. Als je al langs loopt, dan staat hij al even op. Ja. Weet je wat? Dat is heel lief daar. Maar Ara, net is ook echt super mooi. Dus ga erheen als je heel goed bent. Uurtje vertraging, doodgeschreven, maar we zitten op rood. Koffie claimer, die hebben ze nog niet 14:22. Benieuwd wanneer we echt gaan. Ja, ik hoop bijna snel. Sowieso wel meer dan een uur vertraging, want we staan best wel goed. Ik dacht eerst ga lekker in de tekst zitten, maar de zon is zo sterk. De vorige keer toen Michelle op de boot zat op het dek is helemaal verwant. Dus zolang ik beneden niet misselijk word, blijf ik hier zitten in de airco. Echt misselijk, dan moet ik wel naar het dek, maar de zon is zeker aanwezig, volgens mij nu al. Maar het kan ook weer door te komen, dat ik zo roepen. Ik denk ook heel goed. Ik denk dat het gaat snel hoor, nu. Alleen jouw hoofd lijkt wel roder op dan die van mij, hoor. Ja, maar.
Hij is ook rood. Wat vind je ervan? Airco werkt eindelijk goed. Goed? Ja. Na een beetje. Nou ja, het is in ieder geval wel cooler. Beter dan buiten. Zo. En ja, de zee is niet helemaal plat. Nee. Maar hij is beter dan de boot die jij vorig jaar nam. Ik kan me niet meer herinneren. Hier, ja, je zag al in filmpjes dat het heel erg heen en weer ging, maar ik kan dit nog niet erg. Dus ik heb het niet als iets negatiefs ervaren. Maar deze zie je ook wel echt heen en weer gaan. Ja. En die kant zie je het meer, zo lijkt het alsof die. Ja, niet, maar het scheelt een beetje. We zijn gearriveerd op Lombok en dit is een eilandje ook, of ja, zo'n eiland. Blijkbaar is het bijna net zo groot als Bali. Daar wil ik misschien nog naartoe, maar ik weet het niet zeker. Het ziet er ook heel erg mooi uit. En dit is dus een tussenstop. Je gaat nu uitstappen, misschien dat er weer nieuwe mensen bij komen. En dan gaan we door naar de Gili-eilanden. En gaan we dan als eerst naar Gili Tea of gaan we eerst naar andere? Ik heb niet gezien of mensen andere tekst hadden. Ja, sowieso denk ik. Maar ja, kijk, nu zijn we op Lombok. Dan hiernaast, dat is dan Bali. En als je hier dus inzoomt, die kleine eilandjes, Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Als we naar alle drie gaan, dan gaan we eerst naar Air, dan naar Meno en dan naar Trawangan, denk ik. Wij gaan naar deze. Er komen inderdaad mensen bij. Hè? Hopelijk niet hier, want mijn tas die zit daar. Nou, ik hoop vooral dat het met mijn kop komt. Ja, dat snap ik. Nee hoor, ik haal mijn tas wel weg als er iemand komt zitten. Don't be mad guys, don't be mad. Ik denk dat er meer Gili opstappen, uitstappen en instappen. Denk zo. Zie je hoe groot Lombok voor nodig is? Sick. Gearriveerd! Het goede eiland, de acht buiten alle koffers. Hopelijk staat die van ons er ook bij. Ja, ze staan daar. Waar je niet zien erdoorheen. Oh ja! Ja, dat is ook echt letterlijk naast elkaar. Ja, dat is wat toevallig. Niet samen ingeladen zijn. Dat is wat toevallig. Koffertje, where are you? Ah, hallo liefjes. We gaan even. Kijk, heel zielig. Iedereen gaat met die paardjes. Maar deze twee meiden. Geen taxi, zeg maar. Geen auto. Dus je kan alleen met de paard of met de fiets. Jij hebt wel elektrisch. Jij hebt hier geen motoren. Nee. Motors. Maar. We gaan eens even een stukje lopen. Het is best wel warm, maar wel een beetje bevolkt. En je kan dus fietsen huren hier, dus dat gaan we straks even doen. En daarmee kan je dus heel het eiland over. Hoe leuk. Huren, anders kom je nergens. Nog 100 meter. Oh, ik tril een beetje. Heb ik geen stabilisatie? Nou, als het goed is zit er stabilisatie in. Maar ik vraag me af in hoeverre dit gestabiliseerd is. Nou, die is wel zielig. Oké, we zijn aangekomen in ons hotel. We gaan even kijken naar onze fiets. Lekker fiets gehuurd. Dit is ons hotel. Veel scheerder dan de rest, maar ja. 6 en 7, great. Pretty yellow. Yellow, banana color. Yeah. Nou, dit is het hotel. Die zien er ook wel leuk uit. Ja, ze zien er heel leuk uit. Die had je anders dan. Allebei leuk, denk ik. Maar van die bungalowtjes hebben ze. Dit is zo lief. Ze legt overal je koffers tillen. Echte popjes. Nee, die is er na de vakantie klaar mee. Nou, doei hè. Doei! Waar zit jij? Eentje ertussen? Welcome to Sexy Island. Bye! Thank you! Yes, this is the room! Yeah, this is the room, number 15. Welcome. Oh wow, it's pretty! Holland? Sorry? Welkom. 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 Oké. Salawat datang. Salawat? Ja, salawat datang. Salawat. Wat? Salawat datang. Datang. Salawat datang? Ja, in Indonesië. Ah!
Oh, I like the room. Thank you very much. It's good. Yes, thank it's you. Equipped with electrical, what is that? Electric kettle, yeah? Yes. Awesome. We have teas, coffee, maker. Ah. That's it. Perfect. Air conditioning. Good bed? Yes. Thank you. Thank you so much. Enjoy. Yes, thank you so much. Bye bye. Bye bye. Sama sama. Ja, sama sama is jouw welkom. Oh, sama sama. Oké, nou, deze kamer is wel echt heel wat anders dan wat we gewend zijn. Maar er was niet heel veel keuze. Want je dan op een eiland zit, is het gewoon allemaal even wat minder. Maar het is helemaal prima gewoon. Dit is de kamer, dus. Ik zit nou eenmaal op Bali, dus je moet soms eventjes aanpassen. Ik ben altijd zeg maar van de mooie en luxe appartementen en zo. Maar niet overal hebben ze dat. En dat hoeft natuurlijk ook niet altijd. Dus dat is even wennen. Maar het is wel heel leuk. Het heet Paddy. Gilly Paddy heet het. Ik denk dat we gewoon even lekker het zwembad in gaan. Want ik heb het warm. Kijken wat het daar hier gaat brengen. We zitten hier eigenlijk 3 nachten. Stel je voor, vind het echt heel erg leuk hier. Dan blijf ik hier nog eventjes. Of ik ga naar Gili Air. Of ik ga naar Nusa Penida, een ander eiland. Maar als ik denk van, nou, ik heb het eilandleven gezien, dan ga ik naar Uluwatu, denk ik. Ik weet het nu niet. Ja, spannende tijd. Selma zegt opeens, oh my god, kijk je rug. Zie je precies de tas zitten. Dat is allemaal rugzak. Zie je ook mijn topje zitten nu? Nee, die dan weer net niet. Het is echt alleen hier. Maar dat komt, hier heeft waarschijnlijk die tas natuurlijk voor gezeten. Oh ja. En volgens mij is dit je bikini bandje. Ja, je ziet ook je bikini bandje. Oh my god. En het erge is omdat ik dus die koffer, dat ik die rugzak ook heel lang op mijn koffer heb gezet omdat het zo warm was. Het was echt, dat was, oh sorry. Jouw hoofd stond er niet. Maakt niet uit. Oh, ik heb net gelukt van mijn shirt heel hoog. Ik heb mij eventjes omgekleed. Dit is de vint. Het topje is van H&M of van Zara. Ik weet niet, heel simpel. Een kokje van de Fashion Milani. En ik doe mijn slippertjes erbij, maar die staan buiten. Dat is hier heel normaal. Dat je dus je slippers voor je deur laat staan buiten. Dus dat doe ik nu ook. Dat is ook chill, want dat is gewoon weer iets kwijt. Morgen even de box aan de lader. We gaan morgen met 3 onbekende meiden een snorkeltour doen op een privéboot. Ik heb er mega veel zin in. Ik ga ook gelijk even mijn GoPro opladen en dan gaan we dus lekker snorkelen. En we hebben dus een fietsschuur, dus daar gaan we straks op. Gaan we even een beetje het eiland verkennen, gaan we even kijken wat we een hapje gaan eten. Dus helemaal leuk. Het heeft net echt mega hard geregend, hoorde ik toen ik onder de douche stond. Alles is nu ook een beetje nat, maar kijk ook hoe leuk om in zo'n hutje te slapen. Mega cute. Nou, ik heb een outfit uitgekozen, dus dit weer een klein beetje opruimen en dan gaan we die kant op. Ik kan hier blijkbaar ook wassen, dus ik denk dat ik even ga wassen morgen. Kijk wat ik allemaal was. Ik heb dus gewoon zo'n vieze waszak. Nou ja, dat zit er al 2 weken in, dus dat stinkt. Deze wil ik ook even wassen en deze. Ik kan gewoon kilo wassen voor een bepaalde prijs. Dus ik ga dat morgen vroeg even uitzoeken. Want dat is geen raar idee om even te gaan doen. Ik heb dus zijn met het fietsje naar een plekje gegaan. Ja, als het goed is, dan heb ik deze op TikTok gezien. Dus ik ben benieuwd. Het ziet er wel leuk uit. Pizza. Een Italiaanse bar. Pizza, lekker pizza, ja. Ja, een beetje lullig om filmen, maar het ziet goed uit. Pasta zijn. Heb jij al zin in pasta? Ja. Dan gnocchi. Ravioli. Oh. Ja, ja, ja. Ik ben van gnocchi natuurlijk. Ja. Nou, ik ga even kijken. Maar het is warm om hier te fietsen, want je fietst al lekker in de wind. En dan stop je en dan is het opeens een hele warme wind, een hele warme laag over je heen. Wat heb je besteld, Vicky? Ik heb pizza besteld. Voor de brand. Nee, ik had normaal. Laatste tijd eet ik ook vaak veel pasta. Ja, ik eet ook nooit pizza hoor. Ik eet eigenlijk nooit pasta in een restaurant. Ik eigenlijk ook thuis. Nooit. Alleen hier opeens super vaak. Ja. Wat het gewoon echt chill en makkelijk is. Ja, makkelijk ja. En ik ben er zo niet ziek van geworden. Jij eigenlijk ook niet van de pasta? Ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Dus dat zit safe. Maar wat ik heb genomen is pizza met mortadella en burrata. Lekker. En pistachenootjes. Ik heb er wel echt zin in, want de pizza zien er echt heel goed. Dat ziet echt lekker uit. En jij hebt nu ook pizza. Pizza salami. Ik ben helemaal niet echt een pizza eter. Ik neem normaal een pizza salami. Ja? Lekker. Ja. Of de steekbrug van mortadella. Als er iets met mortadella is, denk ik dat wel. Wat is dat? Hap? Ja, volgens mij is het een hap. Het is wel een Ja, dan vind ik dat wel jammer. Dat ze een pizza bestellen. Dan denk ik altijd.
Ik heb liever patat dan pizza of zo. Maar niet in de restaurant hoor. Maar als we bestellen, dan heb ik liever een kapsel. Ja? Oh, dat vind ik zo lekker. Kapsel. Ja, precies. Nee, dat hoef ik ook niet. Vind ik lekker om af te halen. Of na het stappen. Dat vind ik echt. Daar gaat echt niks overheen. Een Nederlandse kapsel. De knoflooksaus na het stappen. Oh, oh lekker. Jaloer. Nederland weer. Ja, zoen, zoen. Zoen. Of niet te zoen, maar het is niet normaal hier. Het is zo warm. Hopelijk gaat straks iemand weg dat we op ons plek kunnen zitten, want hier zit echt geen zuchtje wind. Nee, dat ding staat ook niet naar ons. Lekker schat. Hier zit alleen geen salaris. Ik was echt super zout laag trouwens. Tomatensaus of zo. Dat is wel jammer. Lijkt een beetje op een tasje. Ja. Dat is wel jammer. Het is wel heel, laat het heel erg droog uit. Ja. Dat minder. Dat is wel jammer inderdaad. Maar dan moet je gewoon die tomaten helemaal eromheen smeren. Ik dacht de schraan al moeten doen. Misschien wel. Maar ik kan altijd nog één bestellen. Dat is waar. Want hoeveel betaal je hier nu voor? Ja, volgens mij is het 8 euro. 120 of zo was het toch? Nee, voor mij ietsje goedkoper. 115. Ja, maar die kwam iets bij voor die. Dus deze, mijn is 7 euro of zo, die voor jou misschien. 120 is inderdaad rond de 7 euro. Nou ja, dan kan het ook. Dat is niet normaal. In Nederland ben je voor dit sowieso 15 euro. Ja. Nou, geniet ervan, liefje. Smakelijk! Even onze fiets zoeken. Iedereen heeft de fiets, dus het zal het even zoeken. Maar we gaan dus nu naar een buitenbioscoop, want de film Verliefd op Bali draait. Ben ik wel een keer geweest trouwens. Ja, ik ook. Waar, boeit me niet. Gewoon leuk. Ik ben er ook geweest. Gewoon leuk buitenbioscoop. Maar waar staat onze fiets? Hier. Is het wel die? Ja. Lopen we er zo voorbij. Ik dacht rondom het snelste is of in het dorp. Maar ik denk dat het wel rondom de beste weg. Oké. Let's go. We zijn alle buitenbioscopen afgefietst. En we denken dat ze ons. En ja, ik denk het ook. Dat ze ons een maling hebben genomen. Een Nederlands film, maar ja, het kon, omdat het Bali was. Ja! En omdat er veel Nederlanders komen. Een Engelse ondertiteling voor de mensen die niet Nederlands kunnen. En volgens mij, we hadden gewoon een groep gevraagd. Het zijn snel fietsen, meiden, over 10 minuten. Wij vet snel fietsen. Ja. Ja, het was toen 33 toen ik het oplas, dus ja, 12 minuten. Helaas. Maar we hebben wel een workout. Zo, het is warm? Ja, dat denk ik. Ik denk dat je het op de camera ziet voorbij. Echt zweet. Goed, we weten nu wel welke films we draaien. Maar we hebben wel even de buitenbioscoop gezien en we hebben gefietst. Ja, en je hebt nu ook deze kant gezien. Dus en ik weet nu waar ik wil liggen als ik in de zon wil liggen. Ook dat. Het komt goed. Als ik me nu zeg maar besef dat ze in de maling genomen zijn, hoe serieus we het hebben genomen en echt binnen nood om op de fiets zaten. En ik die jongen ook nog privé appen van, yo, welke bioscoop? Ja, ik zei, weet je misschien welke films we nog meer draaien vanavond? We hebben 6 kilometer gefietst trouwens. Dat is gewoon van Leeuwarden naar Dijden. Dat is gewoon een dorp waar ik mijn ouders woon. 6,00. Oh, dat vind ik best wel knap. We hebben 142 calorieën. Zo voelt het zo. Dat was nog geen eens een cocktail. Nee, dat is waar. Nou, we zitten nu bij een barretje. Het ziet ook wel heel erg gezellig uit aan het water. En aan de drukke straat. Want we dachten wel even lekker een drankje doen. Door het fietsen krijg je het ook dorst. Ik ben gewoon niet meer echt gewend om te fietsen. Dus het is weer even wennen. En we wilden misschien wat passen met Lies. En die zit hiernaast. Ja, we kunnen lekker voetmassage doen. Daar zijn wij zo fan van. Als het aan mij ligt, wil ik elke avond gewoon een voetmassage. Je betaalt 4 euro of zo. Dan heb je gewoon zo'n relaxed momentje. Normaal. Ik ga kijken of ze ook toetjes hebben. We hebben geen toetje genomen. 4 cocktails voor 12 euro. Ja, dat is wel. Dat heb je ook echt alleen op die. Oh! Wat zie je? Chocoladelava zeker. Hoezo ken jij mij zo goed? Het was ook je ziet chocoladelava. Ja, het is chocoladelava. Nou, omdat je laatst zag jij chocoladelava, maar toen zat je volgens mij vol. Toen wilde je hem niet. Ik neem fruit en lava. Eet jij mee met de fruit? Ja. Oké. Okay. Dat is goed. Oh, ik ben blij dat ik daar geen toetje heb genomen net. Zo, alles gebeurt met de reden. Dat ik daar geen toetje heb genomen was omdat ik gewoon hier een toetje wilde nemen. En ik wilde eigenlijk dat ijs, maar dat kunnen we morgen doen dan. Oh, dat zouden we doen. Ja. Dat gaan we morgen sowieso doen. Ja. Oh, dat zag er lekker uit. Oké, okay, wij gaan even kijken naar onze cocktails. Ik heb ijs erbij trouwens. Ijs? Ja. Any choice of prima. Ice cream. Ik ga zelfs een nieuwe happy hour. Ja. Even kijken. Sex on the beach. Ik neem maar ook nog even spaarrood bij, ik heb echt dorst. Ik wil gewoon groot spaarrood en deze. Ja. En je mag dus alles ook door elkaar, zeg maar. Ja. Want heel vaak mag je maar één dezelfde. Want ik hier zomaar zijn Sex on the Beach. Maar zo vragen of ze het apart kunnen bedienen.
Oké, okay, ja, je betaalt wel weer 11% en 10%. Dus wel 21% weer doorheen. Dat is veel, hè? 21%. Dat was van vandaag niet. Bij nee, pizza. Maar bij de pizza aten was het een keer niet. Voor het eerst. Voor het eerst. Dat is ook gewoon zo lekker. We hadden allebei dan pizza en drinken. En dan ben je gewoon 20 euro kwijt. Gewoon 10 per persoon. Ja. Is it possible to have one drink first and then later also for the same price? Yeah. Okay, great. We want to have a big sparkling water to share. Actually, we have a mineral water for big water. We have a soda water. Soda water, yes. Two soda water then. With lemon, please. And for me, I would like the Sex on the Beach and the tequila sunrise. For me, the Sex on the Beach and the pina colada. And first, the Sex on the Beach. For second, you do? For second, same. Yeah. Okay. I have a question. Can I order a dessert? Yes. I would like the chocolate slava. Actually, for chocolate slava, we sell out for the moment. Yeah, we have only a banana fritter and ice cream. Also not the fruit. Yes. No fruit. We have fruit. Sliced fruit, ice cream, and a banana fritter. Okay. Can I have the fruit and vanilla ice cream? Okay. Will you? Do you have chocolate ice cream? Yes, we have. Okay, also chocolate. Je krijgt 3 bolletjes ice cream dan. Okay. Dus dan moet je er nog eentje bij. And strawberry? Yes. You do for a sliced fruit? Okay. Actually, for ice sliced fruit, we have only come with like on any fruit. Yeah, not come with ice cream. If you take banana pretzel, just come with ice cream. Oh, yeah. Wil jij, hoeveel bolletjes wil jij? Want ik wil op zich deze wel. Ja, dat is with ice cream and this is without. Die is dan los met ijs. Oh, wat neem jij dan? De ijs erbij? Deep fried banana with... can you the service with 2 scoops ice cream? Okay. The ice cream, this one? The scoops? No, the banana. I want to have the banana fritters. And you do already for a sliced fruit or you can sell it? The sliced fruit. Yes. Sliced fruit, yes. Okay, 1 sliced fruit and 1 banana fritter. Yes. And welke ice wil jij? Chocolate. Okay. And vanilla of alleen chocolate? Chocolate and vanilla, yeah? Yes. Great. Do you also have whipped cream? Yes. Oh. Geen lava cake. Nou, was het je niet gegund? Bij blijdschap was ik te blij. Ja. Ik was te blij voor saus. We hebben onze cocktail en de sparoot. Ik heb de sparoot en de Fanta flesje. Nee, komt omdat het daar heel, er zit een hele grote lamp. Heel groot in beeld. Oh. Let's try it. Hij is lekker koud trouwens. Dat is belangrijk. Oh, ik heb wel zin in. Heerlijk. Ons fruit. En we hebben gewoon banaan. Want het is echt de eerste keer dat we hier fruit hebben. Ja. Maar lekker. Nou, wel smakelijk. Een shake gehad, maar nu voor het eerst in zo. Een banaanvorm. Cute. Ze maken er wel allemaal vormpjes in. Ja, dat vind ik wel leuk. Zelfs in die watermelk. Ze hebben trouwens allemaal van die kleine ananasjes hier. Ik zie het hier overal. Kijk hoe klein die ananas is. Ja, ik vind hem klein. Fucking cute. En het andere toetje. Lekker, lekker, lekker. Krijg barbecue, ja rechtdoor. Het is toch wel een stukje fietsen. Ik heb een haarspa gedaan en mijn voeten helemaal laten masseren. Super chill. Dan ben je bijvoorbeeld voor je haar en je voeten 14 euro kwijt. Niet normaal. Ik heb dat meisje wel voetje gegeven natuurlijk. Alleen een beetje stiekem, want als die baas dat ziet, moet ze het volgens mij gewoon inleveren. Dus ik heb gewoon een beetje stiekem achter daar waar ze zeg maar die haren doen, daar het gegeven. Zodat ze het lekker in het eigen zak afsteken. Ik ging mijn haar lekker maskertjes doen. Dit licht is trouwens echt verschrikkelijk hier in deze badkamer. Maar het is echt super softy. Alleen wel een beetje dom, want ik ga morgen snorkelen.
En ik dacht nog van, ik ga vandaag niet mijn haar wassen, want dat ga ik lekker morgen na het snorkelen doen. Maar ja, mislukt. Oepsie poepsie. Ik ga even lekker mijn make-up hier afhalen. Het komt steeds dichterbij dat Selma weggaat. Nog om precies te zijn 3 dagen. Dus we hebben nog 2 avondjes samen. En het besef komt wel dat ik straks gewoon helemaal alleen zit. Ik vind dat spannend. Maar ik heb er wel echt zin in. En heel misschien wil ik gewoon een surfles gaan nemen. In elk geval 1, om te kijken hoe ik het vind. Ik heb het nog nooit gedaan, maar ik heb alle warme hoop dat ik dat ooit wel echt wil gaan proberen. En volgens mij kan je dat hier wel heel goed doen. Ik weet het hier op de Gili-eilanden, maar wel gewoon bij Uluwatu heb je volgens mij hele goede duikscholen. Dus daar wil ik het wel echt gaan proberen. En morgen gaan we lekker snorkelen. Dus ik ga straks even de GoPro aan de lader leggen. Want dan kan ik jullie morgen lekker meenemen met snorkelen. Ik heb dus echt zo'n hoge verwachting van het snorkelen hier. Peter valt het niet tegen. We gaan even lekker mijn skincare doen. Ik gebruik eerst van Kiehl's deze cleanser. En deze is echt super chill. Deze zit in de Bijenkorfkalender. En de Bijenkorfkalender kun je ook nog steeds winnen. Als je naar mijn Instagram gaat, kan je daar via onderstaande link kan je meedoen aan. Niet de link, maar daaronder staat gewoon beschreven hoe je kan winnen. Dus doe zeker mee. Ter waarde van €700 is de Bijenkorfkalender. En ik geef dus allemaal leuke producten weg. Dus dat wil ik willen als jullie mee gaan doen. Waaronder als je mee wilt moet je ook geabonneerd zijn op mijn YouTube kanaal. Dus kijk jij, abonneer zeker even. Wat ook in de Bijenkorfkalender zat was deze Growth Serum. In ieder geval groeit je haar dus sneller. Zeggen ze. Dus die doe ik elke avond. Moet je dit dus in je haar doen. En dan blijkt het dus dat het eerder groeit, dat het voller wordt. Let ook echt op als je hier bent, dat je niet je tandenborstel ook wast met het water. Kijk, ik doe het wel, maar ik doe het daarna echt heel goed afspoelen. Heel erg goed afdrogen met de handdoek. Want zelfs daarvan kan je ziek worden. Van alles gewoon. Je moet je bestek goed schoonmaken. Ik doe het allemaal niet zo goed, maar vanzelf leer ik wel allemaal van die tips. Dat je echt beter wel kan doen, zeg maar. Nou, het is alweer tijd om lekker te gaan slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog vandaag leuk vonden. Vonden jullie het leuk? Doe dan natuurlijk een duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dagvlog. Doei! Doei. Se acaba, se acaba.